is wel een mooi complex hier, toch? Jawel, maar... veel wind. Nou, als je in IJmuiden hebt gewerkt, dan is dit windstil, hoor. Dus dat valt wel mee. Maar er moet nog wel wat gebeuren. Hè. De velden zijn waanzinnig. Maar alles eromheen heeft ook iets nodig. Hè. Maar dan kun je hier nog wat vaker, wat langer verblijven. Met omkleden, met de besprekingen. Misschien eens eten hier. Hè. Maar de eerste stap is wel gezet. En dat is al een prachtige stap. De werkvloer is klaar. Dus prachtig veld. Schitterend kunstgrasveld, voor zover je dat kan noemen. Maar we hebben niks te klagen. Maar het is wel iets, je wil natuurlijk altijd beter. Je wil het professionaliseren. Je wil de zaak ook voor de spelers goed voor elkaar hebben. Voor de staf een wens neergelegd van, hier zit meer in, optimaliseer het. Ja, maar dat weet Hans Martijn. Die is daar, die stopt daar bloed, zweet en tranen in. Die man heeft dit al voor elkaar gekregen, waar iedereen al jarenlang tegenaan hikt. Er ligt ineens een prachtig complex. We zijn dichter bij de jeugd, want daar hou ik ook van. De jeugd moet ons zien, de jeugd moet ons voelen. En dan is dit alleen maar een geweldige eerste stap. Alleen ook Hans Martijn weet, en daar doet hij zijn stinkende best voor, maar dat kan hij niet alleen. Nu moet er nog even een ander gebouwtje neergezet worden. Want daar word je niet vrolijk van. Maar dat is niet erg. De werkvloer is klaar. Hè? En dat is het belangrijkste. Je hebt het over jeugd. Een van jouw jonge spelers. Vorige week al gespeeld en het goed gedaan. Je gaf hem een complimentje. Jesse Schuurman speelde wat meer een controlerende rol tegen Cambuur. Nu lijkt hij op 10 te gaan spelen achter Seuntjens. Tegen MVV. Vrijdag. Ik zie je een beetje glimlachen. Nee, omdat ik niet blij ben met jou. Jij gaat weer alle plannen alweer op tafel gooien. Ik kom hier kijken en ik zie een training. Ja, maar wie wil je bedienen nu? De tegenstander? Nee, het publiek. Ja, maar zijn die echt zo de heel... supporters van de Graafschap? Ja joh, maar die vinden het veel leuker als wij de MVV een beetje gaan verrassen. Dat vinden ze nog mooier, dat ze winnen. Maar ze vinden het ook fijn om te weten wie er gaat spelen. Nou, laten we dan gelijk alle plannen bespreken. Hè? Wat we van A tot Z gaan doen. Ik ben dat niet gewend. Ik vind dat zo jammer dat we nu al alles op tafel gaan gooien. Om de supporter precies uit te leggen. Want nee, die willen graag dat wij daar die 3 punten gaan ophalen. Maar dan moet jij besloten gaan trainen. Waarom? Dat hoort niet bij de Graafschap. Jij kan ook, hè, maar ik ga niet vertellen hoe jij je werk moet doen. Dat zou vervelend zijn. Maar ik zou het wel leuk vinden als er wat meer dingen niet meteen klip en klaar voor de tegenstander worden uitgepakt. Hè, want dat zie je bijna nergens. Hè, maar nu, het is verdomme woensdag en we zijn al bezig om de tegenstander te bedienen. Ik denk niet dat één supporter graag zou willen. Dat denk ik niet. Maar zo gaat het bij andere clubs en met andere journalisten ook, Mike. Als die open trainingen zien, dan schrijven ze datgene op wat ze zien. Oké, prima. We gaan met Jesse Schuurman achter Seuntjens spelen. En El Jebli als rechtsbuiten. En El Jebli als rechtsback, ja, dat klopt. Rechtsback, rechtsbuiten. Oh, ik dacht rechtsback. Nee joh, kom op Richard, hey. Ja, jij vindt dit leuke tv. Nee, helemaal niet, echt niet. En dan gaan we snoeien weer eens lekker voor gebruiken. Nee, krijgen we mooie teksten, maar dan ga ik daar wat anders mee doen. Ik wil gewoon dat je ook een klein beetje nuance aanbrengt in dat wat we hier doen. Ik hoef dan niet per se dat hekje dicht te gooien, want heel veel mensen willen hier ontzettend graag komen kijken. Maar het is toch belachelijk dat je al je plannen al hier breed uit op tv gaat lopen uitmeten. Dat vind ik vreemd.